Dit is Samen Sterk tijdens corona, het programma dat inspireert. En allemaal ZZP'ers, hè? René, dan ga ik naar jou van X-Zero. Ja. ZZP'ers, de klos. Ja, dat ga herken je nu zien, jij veel in bedrijven. Heel veel bedrijven hebben sinds 2008 eigenlijk een slag gemaakt naar de ZZP. Heel veel bedrijven hebben erop geanticipeerd door heel veel ZZP'ers een tijdelijke inhuurkrachten naar binnen te halen. Met als gevolg natuurlijk dat in één klap een aanzienlijk deel van die ZZP'ers moeten stoppen met werken. René, even voor de duidelijkheid. Jullie bedrijf dichtte eigenlijk het communicatiegat tussen de directie en de werkvloer. Ja, precies. Je ziet vaak communicatief niet doordringen in de in de directiekamer, zeg maar, wat er eigenlijk op de vloer gebeurt, hè. Dat zie je dan regelmatig. En ineens gebeurt er dus inderdaad zoiets als corona. En dan wordt er ineens gezegd van, nou, wat is het meest handige om kosten te reduceren? Nou, dat zijn die externe eruit gooien. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Is dat penny-wise thinking pound foolish? Ja, absoluut. Ze denken dat het goedkoper is, maar net wat jij zit te vertellen, de ketenconsequenties, die zien ze er niet. Hè? Dus je hebt een hele hoop ZZP'ers, die nemen een bepaalde expertise mee naar binnen toe. Die doen een stuk ervaring op, maar die nemen die ervaring en expertise ook weer mee naar buiten toe. Hoe gaat een bedrijf er dan mee om? Maar die gaten zien ze niet direct. Die gaan pas een aantal weken later gaan ze pas. Ze kunnen nergens op terugvallen, ZZP'ers. Nee. Nee. Dus ze hebben met 1050 euro. Precies. Als ze partner kan inkomen. Hoe we dan de schaduwkant ervan op gaan lossen. René, wat ik bij jou neer wil leggen is dat het heel belangrijk is, het contact tussen de directie en de werkvloer. Absoluut. Nou, dus jouw expertise. Ja. Waarbij jij zegt dat eigenlijk heel veel geld wegvloeit van binnenuit. Van binnenuit, ja. Bedenk twee dingen net, gaven de ZZP al aan, hè, in die keten, dat je zegt van, nou ja, het is niet alleen zozeer dat je een ZZP'er eruit gooit vanwege, zeg maar, het financiële belang, maar je gooit ook expertise de deur uit. En die kun je niet zo makkelijk kwantificeren uiteindelijk. Wij maken dan de boardroom en de directietafel wat meer attent op dat soort elementen. Kijk even naar de AVG. AVG moet er al zijn sinds mei 2018. We zitten nu dik 2 jaar verder. 68% van de bedrijven is nog niet AVG-proef. Ja. Boete is wel 10% van omzet. Dan heb ik nog wel een vraagje over. Want hoe sla je dan dat gat? Want ik kan me voorstellen dat je normaal zit, want je zegt, ik zit tussen de directie en de werkvloer in. Ja. Nu is de directie en de werkvloer verder van elkaar met dat thuiswerken. Hoe sla je dat gat dan? Nee, wij hebben een instrument wat wij kunnen aanbieden aan de directie, zeg maar, waarmee zij naast de bestaande methodieken en de governance kunnen meten hoe het gesteld is met de productiviteit van de organisatie. En dan zien ze ook meteen per programma, per project, hoe dat zich ontwikkelt en verloopt. Want René, jij vertelde ook, er zit eigenlijk best vaak een mismatch, hè, met de functie en de persoon die die functie krijgt. Dat is een ander risico. Ja. Kan dat? Dat is een ander. HR en recruitment, die hebben een idee van, zo moet een ideale kandidaat eruit zien. Maar die hebben de instrumenten niet om dat te doen. Daar speelt dan ook weer mee het financiële aspect. Dat ze steeds jongere mensen in gaan huren om zogenaamd geautomatiseerd dat proces te laten verlopen. Maar dat blijkt dus niet te kunnen. Nee. Want anders heb je die mismatch van boven de 50, 60% niet. Tot dan. Als je niet...